Goeiedag. Goeiedag. Wilt wel zeggen van goeiemorgen, maar dat is ietsjes lastig van ons. Ja, je moet een beetje aan wennen, want dit programma hebben eerder deze week al opgenomen. Ja. We zijn in Westeremden. We stonden midden in deur. En toevallig is het, het is nou woensdagavond en er is net kerstmarkt in Durp. Dus we zijn allemaal in kerstsfeer al. Alles is prachtig verlicht. Een vuurcurve aan, kerstboom. Ja, kerstboom is ook koop meer. Ja. Mooie traditie in het oldste Durpshoes van Nederland, hè, als ik het vooral mag geloven. Fantastisch mooi ook. Ja. Ah, man. En dit is een stee waar Henk Helman tot de fijnschilder woont. En hij schildert dit jaar 50 jaar. En dat leek ons mooi gelegenheid om ons bij hem op bezoek te gaan. Ja, ik hoop dat het toezicht is. Ja, dat zal dan nooit zo wezen. Maar we gaan een padje op bruggetje over. Dus, nou, dat brandt wel licht. En hij woont in de Weem. Dat is een, ja, moet het zeggen. Het is een museum. Daar hangt al zijn kunst. Hij heeft ook wat in de loop van de tijd verzommeld werd. En zijn broer Klaas heeft ook thuis. Als ik ben 5 kinderen, ben ze thuis. En Klaas is ook een geweldige broer. Ja, woont ook in Westeremden. Ja. Zoals Kik nog bij ons is. Zal ik eens aanbellen? Ja, doe maar eens aan. Kijk, oh, dit mooie bel in onze deur. Nolen wisten dit met zo'n mooie hieze de deur. En een trekbel. Zal het dan? Ja, maar. Ja. Nog een keer. Ja. Kist de deur. Ik ga de deur open. Ik stiekem wel even naar binnen. De meester zelf. De meester zelf. Ja. Goeiedag. Goeiedag, Helmaantel. Mogen we wel binnenkomen? Nou, omdat ik ben. Mooi. Goeiedag. Hoi, kom verder. Ja, goeiedag. Dag. Erik, mooi. Hey, jammer. Is lekker warm. Lekker warm. Ja. Maar warm is wel te weten, hè? Ja, zo is het net, joh. Net als in je ruimte. Ja. Ja. Nou, mooi dat we die gasten wezen meuk eigenlijk. Dat we, wie die op bezoek kennen. Om te praten over het feit dat je onder meer 50 jaar aan het schilderen bent. Ja, ja. Dat is nooit niks. Nee, dat is wel zeker, ja. Ja, ja. Nou ja, ik zit in de noordoog van die 50 jaar. Het jaar is hoogst voorbij. En ik heb het al wel echt fout van het jaar. Dat is nooit niks. Maar hoe val je dat, hè? Nou ja, kijk, ik heb dat eerst een groot voorrecht beschouwd. Dat ik 50 gezonde jaren gehad heb. In alle vrijheid mijn werk kon doen. Huh? Ja. En ook waardering heb ontvangen. Dus ja, wat wil je nog meer? En ik heb nog steeds volop inspiratie. Nou, en dan 50 jaar, dat is geweldig, ja. Ja, ja. Dit is wel een stee om te waken, om te weten, om te wonen, om te leven, hè, denk ik. Ja. De Weem. Ja, absoluut, absoluut. Kijk, je kan zeggen, kijk, de stee was er. Maar we hebben het zelf ook met gecreëerd, doordat we deze pastorij herbouwden hem. Nou ja, en alles wat door. Beheurt en activiteiten en zo. Mijn vrouw is er ook nauw bij betrokken. En wanneer zeg ik zo met die vrouw Babs? Ja, we hebben ook soms medewerkers aan het werk. Je kent mij alleen dan. Het is natuurlijk wel zo. Je schildert toch wel alleen, hè? Schilderen is ook zo, hè? En dat mag ook zo blijven. Ja. Dat is nummer 1. Ja. En wat erbij komt, dat kan al interessant zijn. Zit je ook wel eens waarin weeg. Maar schilderen, dat mag nummer 1 blijven. Ja. Maar over schilderen gesproken. Ik zie een deur en er brandt licht. Ja. En ik vermoed dat het atelier is, klopt dat? Het atelier, en je hebt me in zoverre geluk. Mijn broer is op bezoek. En daar, nou, ik ken weer natuurlijk nog wel wat te zeggen hebt. Hoe hier geïnteresseerd bent. Ja, nou ja, dat lag hem opzak. Ja, zo zeker. Ja, je loopt maar te neer. Ik ben in het atelier van Henk Helmantel. Het heilige der heiligen. En allemaal schilderijen en vaarpotjes en terpentine en kwastjes. En, ja, het is met recht een echt atelier. En vaak, hè? Ja, het is ongelooflijk. Henk, doe best fijnschilder, zeg ik dan maar even. Hè? Nou, daar ben die in woorden. Ik ben eigenlijk gewoon fijn schilder. Is dat zo? Ik ken wel fijn schilderen. Of, ja, dat kan of zeggen, fijn ja. schilderen. Is dat nou maar zo? Maar over het algemeen heb ik behoorlijke kwassen. En zit er voordien. En als het nodig is, dan werk ik met een klein kwastje. Maar dat ben toch de details op duur. Maar wat is dan fijn schilderen? Nou, kijk, het verschil tussen. Ik vuil me meer een realist. Een realist die probeert de wereld om op touw in beeld te brengen. Met zijn eigen accenten doordien. Aan visie, zo mogelijk. Maar een fijn schilderij, een handboel passager in het allerfijnste detail om dat hal goed te werken. En doorzien zijn alle aandacht op te vestigen. Ja. Nou, mijn details kregen ook aandacht.
Maar dat is voor mij niet de hoofdzaak. Het gaat meer om de grote compositie, de grote vorm en de sfeer vooral ook. Ja. En een fijnschilderij zegt al, juist denk ze uitzaken waar heel veel details in zitten. Nou, dat is voor mij gewoon echt uitgangspunt. Toen zei ze het alleen, ik heb mijn broer op bezoek, Klaas. Hoi Klaas. Goeiedag. Snap doet er wat van? Ja, ik denk over, alles wel. Jawel, hè? Ja. Ik ben bij jou opgeruid, hè? Ja. Van kind of aan. Maar toen ben je geen schilder geworden, dus toch wat anders? Ik doe anders waar. Ja, hij kent dat niet wat ik doe. Ik ken die schilder, maar ik ken mijn werk niet. Wat doe je toen precies? Nou, ik ben smid en mechaniseer. Nou, dat leeft me al. Ook vaak werk dus? Ja, ook vaak werk. Dan doe werk hier even weer op Bittenbergen? Ja, en ik heb al alleen mijn huis aan gewerkt. Hoes. Ja. Vanaf 1957. Van 15 jaar. Ja, dat is 60 jaar geleden. 60 jaar geleden. Ja. Ik ben er nog. Ja. Ja, niet officieel meer, maar ik ben er nog half veel aan het werk. Half veel. Ja. Jullie waren met 5 kinderen toe, vrouwen? Ja. Neem ons eens even meer naar vrouwen? Jannes, Arnoldus, Helmantel. Dat is de oosten. Oosten. Nee, mijn pa. Opa. Helmantel. Toen kwam ik, Klaas Frederik. Toen kwam Henkie. Henkie? Ja, Henkie is zo'n naam, wie me koor had, Henkie en Klaas. Maar dat is wel apart, want het is Klaas Arnoldus en, ja. En nee. Dan kom Henkie. Nee, Hendrik Frans Nicolaas Helman. Ja. Hendrik Frans Nicolaas Helman, ook drie namen. En toen kwam Harma, Harmina, Klaasina en toen kwam Ineke, de jongste. Ja. Daar was, die kwam euro 10 achteraan. Ja. Wat deed pa voor de kosten, hè? Kweker. Groentje- en fruitkweker. En ook een paar droevenkassen. Eerst loodder woordenhoes met tomaten en komkommers en meloenen en zo. Maar hij was vooral groentje- en fruitkweker. Ja. Hoe ging dat? Want je met 5, 6 kinderen en dan deed je ook midden in de kwekerij. Hoe was de sfeer naartoe? Nou, wie ben groot geworden in een goudsgezin. Ik denk dat mijn broer dat ook wel onderschrift. Er was natuurlijk wel eens wat, maar dat is overal zo. Maar over het algemeen toch wel in harmonie opgeruid. Moest hard werkt worden. En ja, dus ook op kwekerij. Hè? En weinig verdienen in hard werk. Dat was ongeveer de situatie waar wie inzetten, maar wie natuurlijk niet alleen. Nee. Harmonie, Klaas, klopt dat? Ja, absoluut. Ja. Hoe bleek dat, denk je? Nou, mijn pa en moeder waren rechtsgeholpen mensen. Rechtsgeholpen mensen. Die praten niet over namen. Als ze er naar bieden, zijn we mogen maar daarna over praten. Dat doet niet zo. Dus er was wel, ja, we waren ook bij ons zonder dak. Maar, ja. En ja, we gingen ook boven op tofels staan. Vooral hij, ja. En als Henkie hand onder de kap deed, is hij mogen hand onder de kap weer. En hij had een turf onder. En we hadden van die lange turf. In die lift voor een turf op. Dus die turf van je Henkie aan de kaf. En je moeder. Nou, mij te beden natuurlijk. Maar een bos was ook bereid een turf nu in de oost. Dus maar zulke dingen gebeuren. Maar verder voor de rest, ja, dat was de gewoon helemaal niet. Ja. We hadden nagenoeg een ruzie. Ja, nou. Nou, ja. Ah. Wacht even. Af je dat, hè? Nou, kijk. Jannes was een... Dat was een rustige jong. In rechtschop, nergens pa. Ja. In moe. Ja. Doe was een beuzel. Maar hij is ook half gooi kan, maar deksel doe was een meneer. En, ja, dat is niet woorden, hè? En hij had goud vinden kan er. Als de midwerk worden moest op vliegerij. En nou, Jannes kon goud zien werk doen. En ik ook wel. Ik had er ook wel gevouw voor. Maar hij had er gewoon gevouw voor. Dus alleen als het om techniek ging, dus vrees was kapot, of Bernard motor, of moest iets anders op technisch gebied gebeuren, dit was Klaas de man. Maar als het de beste plukt worden moest, hij kneep ze fien. Ja. En dan zei Paul, doe maar op, er is er niks van weer. En dan was hij weer vrij. Ja. Nou, dat ben je in woorden. Hè? En ik heb dat wel eens gedaan, maar ik heb niet waar ik wel gedaan. Ja. Maar kijk, wie ben, toen moest hard werkt worden. En door waren net voor schouwkamer ook die meer en meer bomen, want die moest ook aan het werk. En toen waren ze ook mee zuigen en bal oprommen en
Mijn moeder heel van orde en regel en er moest wat gebeuren. Dus mijn moeder stond wel op die schouwplan. Hij heeft hier aan het werk moeten. Dus bij die omgaan de schouwplan en ik weet dat ze nog naar de gaan. Moest robben. Dus wie midden kan er aan het werk? Nou ja, ook laat, wie werd nu laat? Hier Albert Reuten, Sibels Reuten en Witlof Reuten en van alle de werkzaamheden. Ja. Zo ben we een beetje groot geworden. Ja. Ja. Dus hard werken. En op een gegeven moment denk ik, ja, dan word je schilder. Maar al valt het in de nieuws van, ik zeg zelf al van, ja, mijn olie was maar van, nooit overdoen, maar hard werken. Ja, maar dat schilder is toch heel wat anders was. Ja, ja. Kijk, ik kon, soms mocht ik wel te tekenen. Dat deed ik ook veel als kind, met groot enthousiasme. En nou ja, dat wilde ik wel, dat ik wat meer tijd kreeg om door ook meer aandacht dat te schenken. Maar ja, die tijd was nooit de roem voor hen. Dus ik hoopte ook wel. Nou zegt pa, als het begint te rekenen, die mag zonder dijk. En ik kon buiten weer de lucht op kijken. Loorde nooit meer, maar goud. Dus ik kon lekker aan het tijken. En dacht, ik kan gewoon tijkenblokken of zo. Ik kan echt de kant van kalender plooien. Dat was wit. En daar kon ik tekeningen op. Papier was te duur. Ja. Nou, loorde kreeg ik op Sinterklaas wel tijkenblokken, zeg maar. En ook kleurpotloden en zo. En ja... Ze zagen wel in dat ik kan echt opbouw. En ik kan er nooit in het museum geweest toen ik voor jong was. Dat was voor het eerst toen ik 15 jaar was. En, maar toen, op 16-jarige leeftijd, ben ik naar de Academie Minerva gegaan. En toen vond ik mijn jaren 14 verder. Maar als ik thuis kwam, aan het werk. Ja? Ja, en soms mocht ik dan wel schilderen. Ja, of tijd. Wanneer Olluiden vonden ze dat wel mooi dat ze deze of zijn ze nou ja lol hem hoor, maar ik blijf er niet in het werk hoor. Nou, kijk, als ze drak was, dan zei mijn moeder, moet meer helpen, hè, want het is drak, maar het was altijd drak. Dus er was geen rood vuur. Nee. Maar ze zijn wel in dat ik dijk aan opbol en ja, kisten door die kost wel meer verdienen. En ik zei, dat word ik nou. Ik probeer het. Als ik nou probeer, dan kun je lood er ook niet gevoelig nemen. Je zult niet. Nee. Nou, zo is dat gewoon. En ik heb me zowel voor mijn ouders inzet, totdat ik ongeveer 20 jaar was. Ook tijdens de opleiding. In Noordzee ben ik gewoon begonnen als zelfstandig schilder, zeg maar. Ja. En maar wanneer is dat geval zo van, nou, ik ken dat wel. Dat gaat me hard af. Ik wist, toen ik een jaar of 10 was, toen heb ik die innerlijke beslissing genomen. Ik wil schilder worden. Ik zag reproducties van grote meesters uit het verleden. Ik dacht, dat kan je met vaart, man. En ik kan wel aanleg. Ik was enthousiast. Ik dacht, dat kan natuurlijk op. Nou, en kijk, het is nou zo dat ik voor een geweldige kwaliteit in mijn werk zo'n leid. Maar wel het enthousiasme en het gericht weten op studeren en zo. Hè? Alle meesters bestuderen en kopiëren. En op Minerva ook volop enthousiasme dan. En nou ja, toen ik Jorre wat bezig was, toen kreeg ik het geval, ja, nou ontstaat er iets waar ik van denk, hé, hey, dat gaat de goud doet zijn. Dat gaat de goud doet zijn. Toen we op lagere schaal zaten, toen kon we allemaal moeite zijn. Eentje was de beste. Hij was even jonger, maar als dan overhoofd werd, dan moest we altijd tekeningen zien dan van boerderijen en van kastelen en van boten. En Henkie en ik en al die priesten, ik had 9, maar Henkie had 10. En meester zei, ik mag geen 10 geven van de inspectie, maar van mij krijg je een 10 met een griffel. Met een griffel. Met een krul, ja. Ja. Dus als ik een boerderij teken, wie zat een verglaasde teken, die kreeg je nog botten mee hier, waar Tonkens woonde, vrouw, nou Schutterbelt. En dan stond de schuurdeur open en zei, moet nou als een ring, als een gedag, nou een tovel voor troon en ga maar een tijken. Dus ik die boerderij tijken, maar ik kreeg mijn oelebord te schuiven op. Ik ga deur maar lopen, moet kost naar een schuur kijken. En hij zei, daar kreeg je een schuur. In zijn oelebord stond de gouden op. En daar kon ik een eikloo kreeg. Dat was niet te man, maar hij was beter. Ja. Hij was hartstikke. Dat was het verschil. Ja. Hij had er ook een 10. Hij had 10. Ja. Ja, zeker. Ja. Wel ook een 10. Hij zei, nou, doe was een beetje een beuzel. En Janne was serieus. Dat was ook zo. En haar, maar ja, die was nog wat jonger. Maar ja, Henkie, die was toch een beetje anders als wie.
Hij was een beetje aan. Meester dacht ook wel eens... Nou, ik weet niet, is die vent wel handel in orde? Dat dacht hij. Dus op een gegeven moment, we zaten in de tijdering en die ging... En pa die zei laatst in die krant, in de provinciale krant, er stond een veulenton in van Bergen. Hè? Ja, ja. Van Bergen moest ons veulen naar Witte Schaal kwam. En die mocht niet laat. En dan, ik zei, moet ook al meester aan. Houden op zich aan. Nou, het was bijzonder dat meester eraan kwam. En hij draaide oog naar ons toe. Nou, heel mantel, moet ik met u praten. En mevrouw, heel mantel. Ja, dat kennen we ze bij de deur. We hadden een kamer in suite. Schoen deuren open. Hij in veulkamer. Gedien dicht. Wie zat niet komen? Maar wie waren ook niet gek. Wie hadden oren als mensen. Zo schaap. Hey. Dus, toen zijn pa en moe. Die Henk. Is er helemaal wel goed met hem. Maar gaat niks naar die pa. Dat weet ik genoeg. Hij is dood met je goed, maar gaat niks aan. Dat weet ik genoeg. Dus meester weer voort. Hou erop, zich al aan. Dan ging weer voort. Hij was voor de zee, Henk, moe, meester, dat ik niet goud ben. Hé? Ja, maar ja, er scheelt niks aan, nee. Nee. Wat ben je ook muziek mocht, Klaas, Toes? Harma de piano. Mijn zuster. Die zat op het conservatorium. En die leerde piano spelen. En die was zangeres. Daar leerde ze deur. En ja, dat ging er al gauw door. Ja. En doe? Nee. Zongst u ook? Ik zong wel. Nee, zoveel. Nee, mondorgel speelde, dat deed ik wel. Ja. En mijn pa ook. Die speelde mondorgel. En wie zong er wat bij? Maar op duur, ja. Ik was graag geen zanger. Nee, maar in kerk wel vanzelf. In kerk zeg ik, ja, ze zeggen, nee, graag genoeg. Maar ik zag, graag genoeg? Nee. Toen moest hij altijd zeggen, maar ik zing wel. Hij begint ook te loren. Ja? Als al regel A of doen is, eerste regel, dat we zeer uitbaar zien. Het is bescheiden uit, weet je misschien. Ja, ik neur die nou wel niet mezelf. Ja. Dat geloof dat spot, belaat ik erom in je leven. Nou en nou. Ja, een hele grote rol. Ja, absoluut. Toen, ja, ik was toen een dikke vent van 20 jaar. Maar ik moest ook in Duits en ik heb in Duits zitten en ik heb in boeten aan zitten en ik heb, nou ja, ik heb er deze dat en dat metmocht. Dus kerstdoken hebben ze ook midden in de Rembo metmocht in Nieuw-Guinea. Dus we hebben net een half vervelende periode gehad. Ja. En, wat is toen dan klaar? Wat was die functie hoor? Nou, ja. Nou, ik was bij een eenheid met, ik was militair en... Kisukarno, die woorde Nederlands Nieuw-Guinea weer hem. En toen moest een troep mee, speciale troep. En later ben er veel meer troep mee gewoon. Maar in het begin, toen ging wie er achter Azoren in geheim mee. Met 6 man, opgeleide mensen, chauffeur. Die kwam in passagiervliegtuig, KLM, DC-7, door Nieuw-Guinea te houden. 48 vlieguren. Dus we gaan we eerst acclimatiseren door zo. Weer aan de jongens. Er was een radiotelegrafist bij, er was een mitrailleurschutter bij, er was een sluipschutter bij en er was nog een paar andere mensen bij. Wat deed je toe? Ik was sluipschutter. Wat mooi dat? Ja, dat was nou even getest. Word je er vervroegd of word je er van aanwezen? Vertest en verkeurd en vervroegd. Hmm. Dus ja. Maar wat heeft dat met je doen, hè, Klaas? Want dat deed me nooit. Een ding van, dat strookt ook nooit met geloof. Dat strookt nooit met geloof. Maar ik ben een beetje calvinistisch opgeruid. Je moet je plicht verstaan voor het vaderland. Ja. En toen ik 20 jaar was, dacht ik er nog niet zoveel over. Nou meer, maar toen nog niet zoveel. Hm. Ja, natuurlijk. Ja. Ik kan in situaties zitten waar ik niet wil. Absoluut niet. Maar ik kom erin. Kijk, en ook ontbied dat Kik Sukarno, die wil Nieuw-Guinea erbij hebben. Terwijl het door had, want Nieuw-Guinea huurde wel bij het archipel, maar niet bij Indonesië. Dat was een apart land. En, nou, was ook nog Australisch Nieuw-Guinea. Ja, en Sukarno, die wil dat inpalmen in zijn rijk. En toen was Nederland niet meer eens. En achterna is ook bleek dat de Papua's in feite verroden zijn. Ja. Er is een stemming geweest of voor ze bier willen doen, maar dat is allemaal dus ook kort geweest. En nu binnen de problemen er nog. Ja.
Was toen dat, dat op dat moment, dat was toen 20, was het ook dat toen door ingingst, was dat ook zo helder allemaal, wat helemaal kost? Ja, zo'n beetje. Maar ik dacht, nou ja, wie Kisukarno, die ging met Hercules-vliegtuigen en met landingsboten, die militairen, dat was de Silouin-divisie, die moest wie bestrijden. Die ging aan land zetten, afgesprongen zijn vliegtuig goed. Mm-hmm. En die moest wie bestrijden. Dat was het goed, hè? Ik was 20 jaar. Een knuppelman? Ja. Of nooit? Ja. Ja, dus toen is zelf kinder, een jong van 20, aan de andere kant van de wereld. Ja, nou, 21 was ik, maar ik heb een lange opleiding, ik heb 3,5 jaar niet doorgezeten. Dus ik had een lange opleiding, ja, wie kon dat ook wel aan. Maar wat kijk je erop terug? Nou ja, ach ja, ik gemengde gevoelens. Gemengde gevoelens. Zo staat hier zo dan? Why not? Maar nou, kijk, als je nou zoveel jaar verder bent, dan denk je dat er anders over. Maar dan, ja, ik denk, joh, ik ken die stukken nog dood, hè. Zonder vuil dat ik over mezelf. En dat is waarom kwam ze, hè? Op een gegeven moment denk ik, komt ze van zo'n situatie, van oorlogs situatie. Ja, ik kon draaien naar kring. Nee, ik kon draaien naar kring. Maar toen ik toen zat, ja, toen zaten we door in de remboe, in de sterrengebergte. En we moesten door bij die kappen sneller slopen. Die gaan ons matrasken en die gingen die kappen sneller, die moesten daar weglopen. Op onroerd. En dan ging wie slopen. En dan gaf ik met een puutvol sjek. Die kon zijn eigen sjekje draaien, maar dat was ze wilde ook. Die Papua's. En die ging zij op klak kijken. Ik zei, die klak maar zo gewoon rond, die moet meer rouwen. En dan rijpen ze mee. Golden mensen. Maar die Indonesiërs, dat waren mensen die moesten zien in de nodig. Dat waren onze vijanden ook. Maar ze moesten ons ook in de gordel. Ja, maar denk je er nog steeds zo over? Ik denk er veel over. Denk je er nog steeds zo over? In de zin van, was dat de vijand? Nee. Het beeld is wel van Dalby stel natuurlijk. Nee. Toen heb ik een eigen vijand bekeken. Ik heb die jongens meegemaakt. Dat is toch mijn lip meer niet zei. Ik heb ze in. Ik heb ze, die dingen voorbij in vrede is nog meer bezig. En wie hem kerst doet, meer mogen in de rembo, midden in de rembo. En toen hebben we net een half vervelende situatie gehad. Met dood en verderf. En toen heb ik. En toen hebben we Radio Australië ervoor. Stille nacht, jillige nacht. En dat ging over. Baan neer, in mijn zee en weer. En als ik toen nog aan denk, dan kreeg ik rillen over mijn rug heen. Ja. Ja. Het is ja te zijn. Ja. Ja. Ik ken je als een openhartig opgeleid. Ja, maar ik ken er geestelijk wel best tegen, hoor. Allebei, ik heb er nog wel even naar. Het was toen net toen kwam, die night fall down de deur, waar het met die don had. Toen was ook nooit zo veel verteld, hoor. Loder is toen wat meer zegt, en wie hem ook alles naar te wijden. Maar kijk, vijand wordt mokt, hè. Bij hem gewoon vijand. Vijand wordt mokt. Duitsland, dat was die jongens ons vijand. Terwijl een buurman is. In de Tweede Wereldoorlog. En zo is dat zo volk. Ja. Huh? Het systeem dat mocht mensen tot vijand. En dat systeem doen is, die al vijandschap ook op. Ja. Stille nacht, heilige nacht, heurst, zelfs ja. Deurden daarmee. Ja. Ja. Dat gebeurt er wat. Die gebeurt er wat, ja. Maar ik ken dat gat meer aan gewoon. Albeest. Ik droom er ook niet van. En als ik te verdruim, ik sloop wel. Nee, dat is wel gehouden. En mijn kameraden ook. Nee, ik kan er ook gauw tegen. Ik ben nog een poor overleden, maar ja, ik ben ook een poor begroben door. Ja. Maar het was wel waar. Ja, denk er aan. Het was wel waar. En als je dan 20 jaar bent, jong, dan, nou, het is zo, wie marcheren nog bij die kazernelaars en dan hebben ze, want ze een liedkisten temmen, hè. Door zo'n temmerbedrijf. Toen moest een jongen zien die op pad ging, dat was wie. Ben wie. En ik ben door een wonder ontsnapt aan de dood. Ze rook me net uit. Zo was het. Zo was het. Dat was toen 20, joh, was het eigenlijk. Hoe was het nou met Tina? Nou, ik was 16 toen ik naar Academie Minerva ging. En toen ik 20 was, moest ik ook in Donist. En ik ben er 21 maanden best. En toen werd ik weer losloten. En toen kon ik mijn vak begonnen. Mijn leven is natuurlijk wel anders verlopen als mijn vrouw in leven. En
zo ik zien. Ja, het is natuurlijk de weg duurt het leven. En bij mij was alles op de kunst gericht in feite. En dat die militaire dienst kwam ertussen, wat dan ik in 67, april 67 begon met mijn werk. Ja, toen was ik ontzettend blij dat het zover was. Ja. Maar in het begin, dan begon ze te schilderen, dan was ze verkopen. Nou, dat is natuurlijk nooit dat bleek de hoofdprijs is, want hoe kwam ze dan rond? Ik was in zelf heel veel initiatieven. Mijn eerste tentoonstelling organiseerde ik zelf. Ik deed alles zelf. Alleen vervoer erin door de bode onloosveur, uit Westrum, dat ik bal op steek kreeg. En daar was in Kerk van Lappersum. Kerk van Lappersum was gerestaureerd in de 60e jaren. En Kerk Voogdzee, nou, ik vind het gauw dat toen de tentoonstelling was. Ik heb het natuurlijk eerst vroeg. In Winkelweek had ik bedacht. Ik dacht, dit is de vogelpad. Hij wende het dan nog, hè? Ja. En ik dacht, ja, ik moet toch zo dat ik door die in kwam. Persoonlijk benauwd dat ik mijn werk ook kan blijven uitoefenen. Nou, ik heb alles zelf ingericht en ik ben bij deur zitten gewoon. En er kwamen 1000 mensen. Zo. In een week tijd. In de jaren betaalde hulp. Hier gebeurde verder niks op cultureel gebied. Dus ik zei, jongens, 1000 gulden. Ik was nooit trouwd, dus kosten had ik nooit veel. Maar ik warm heb kreeg bij mijn ouders. En door moest ik wel wat tegenoverstellen dat ik wat werkzaamheden deed op kwekerij als drak was. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En van toen kwam Tanner. Om duur naar Amsterdam touw. Nou, dat werd behulp verkocht. Tweede tentoonstelling nog beter. Ik kwam mijn pictuur uit te hangen in stad. En dat was al dan succes. Ja, en zo is die bal gewoon rond. Ja, we zitten in het Heilige der Heiligen, in het atelier voor al dat. Ja, ik zeg, neem het allemaal op in mijn eigen rekening. Het prachtige schilderwerk van Henk Helmantel, ons tijd. En daar zeg ik het in mij, terwijl we met de koffie zaten. Van, ik heb mijn zoon net hem gekopieerd. Ik denk, waar heb het over? Je staat een schilderij. Henk, wat is dit voor schilderij? Dat werk? Wij doorzongen door links achter in het atelier. Dat is derde heb ik mocht in Trembrand doen. In Amsterdam. In het jaar 2000. Ja. Ik heb toen een tentoonstelling gehad. En in september mocht ik 14 uur in het atelier van Rembrandt een paar schilderijen maken. Heb ik gedaan. Ja. Toezorg mocht. En nu heb ik dit jaar heb ik 3 tentoonstellingen. Eén in Taiwan. Eén in Gorssel, Museum Moor. En eén in Gouda. Katharina Gasthuis van Vrouwen. En ik had die thuis aan Taiwan en Katharina Gasthuis. Ja. Ik dacht, vertikken, dan moet ik dat nou meer aan. Mooi teleurstellen. Was er een beschrijving, ook even wat van maat betreft, wat omgooit? Nou, het is een vrij groot stil leven. In het atelier van Rembrandt met troom open. Een rood kazien. Dus dan staat een bak met zierkalabassen en poflezen en blauwe butten op een dak. En dan staat vlakbij troon, wat mooi verlicht vanuit de linkerkant. En in Gouda woont dat schilderij al in de tuin. Ja, maar vrouw de eerste moest hij even? Hij is ongeveer een meter hoog en 22 breed. Even het beeld, hè? Goed uur. Ja, ja. Nou, en toen ik die tweede touw zijn ging doen, ik dacht, hou ik er nou meer aan? Nou, wat heb ik gedaan? Ik dacht, ik ga mezelf kopiëren. Ik kijk nou dat daarover loopt. Nog een keer, op jouw schilder? Ja, ik heb dat als voorbeeld genomen. Ik heb hem nou, echt letterlijk eigenlijk overnomen, maar ook weer een krampachtig. En ik heb er ook plezier aan gehad. Want ik was wel benieuwd, wat ik dan kon, ken ik dat nog in Houvel zat. Ja. Nou, hij is vandoor net ondertekend. Dus wat dat betreft ben je net op tijd. En er komt liefst. De vijf is nog nat. Vijf is nog nat. Die eerste van 2000, daar ga ik naar Taiwan. Die hangt een half jaar. En die tweede, die ga ik nog houden. Ik zit ondertussen even te kijken of ik ook verschil heb. Ja. Er zit maar één klein verschil in. Ik heb één haas van vlees heb ik even hoger mocht, dat er even boven iets anders oppikt. Maar verder is het ongeveer zo. Ja. Dat was ook mijn bedoeling. Maar kun je dat wel opbrengen om dan nog een keer hetzelfde kunstje te doen? Ja, nou, een kunstje vind ik het. Dit is in volop met dat schilderij bezig geweest. En ik heb er ook nog beleefd ook nog. En hou lijn dus erover, hè? Nou ja. Ja, vertel maar, want ik heb hier nog even een stelling van. Oh, kijk, zoiets ontstaat binnen een week of drie. Dat wil niet zeggen dat je er al ook meer in het werk bent, maar in 2,5 weken als die deur werkt, dan kun je hem wel op. Ja. Deur werken, hè? Nou, 8 tot 10 werken per dag. 8 tot 10 uur? Ja, zeker. Een schilderij?
Schilder en drogen. Maar is dat klaar? Schilder en drogen, zegt... Ja, maar Eindje is op boerderij en toen er hij groot worden. Dus hij heeft wel plis getrouwd. Ja. Als hij voor dag en dag te beren hoort. Nou, dat nou ja, maar Bart die zegt een tong, ik hoop liefst wel een keer. Nee, dat zegt Matt. Ik zie voor een doen. Maar wat gebeurt? Maar zonder is in Durb wel aan. Ja, maar vrouwen dachten hier waren voor boeren hier in Durb, die moesten in melken. En er waren mijn zoon en Arjan, zijn zoon, waren kameroetje, lang de deur in. En dan er waren ook van die gudemokers, die boeren. En die zeiden, nou, je bij, jong, slep er nog. Om 11 uur. Nee, zei Arjan, van 12. Ja, mooi is dat. Oh. En zo ging zij toch natuurlijk eind die ligt halve door weer. Ja. En toen ben ik op een kunstenaars, die man is inspiratie aan. Ja. Snap je wel, die man is aan de deurtouw lopen. Of met je fietsen. En denk eens, begon te zeggen, maar eentje die een goed pyjama in nou ook. Goud aan. En een plakstoel. En dan gaan. Snap je wel? Ja, ik heb het gehoord, ja. Is dat zo, hè? Nou, ik zei nog iets moois vertellen. Diezelfde boer, die heeft deze weem herbouwd. Hè? Nou, dat was een enorm stuk werk. En toen heb ik dus volhoed aan het middelen. En toen bouw ik kloor uit. Zei je, wat maar sluit dan? Werken of schilderen? Ja. Nou, dat vergeet je nooit meer, hè? Nee. Werken of schilderen? Maar, nou neem je een boer... Die moest eigenlijk voor twee winnen hoor. Ja, hij leeft niet meer. Maar dat was een gigantische komiek. Ja. Een dreuge komiek. Ja. Ja. Die hebben in mijn feestjaar van kerk. En toen waren de lijn aan buwen gegaan. Dat was dicht op buwen gegaan. Dat was twee pommelier. En die kinderen zijn allemaal op gymnastiek. En die zongen op het podium. En er was Mattie en Jacco. En die ging een halve achterover staan. Op het podium. En... Die oude boer die zei nooit buwen gaan. Die zei, Andreu, waar geef je dat goud? Nee, wat vouwen u dat goud? Oh, wat vouwen u dat goud? Zijn meer op een spien nog kort bouwen. Ja, dat was een bijzondere keel. Nee, maar zijn zoon is net zo. Net zo. Anke? Ja. Ja, en hij leeft nog. Ja. 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 Nou, maar dat was een mooi stuk. Maar zo nou ja, hij was, Henkie, ik zei dat nou een fout stuk. Dat doe ik niet. Maar hij is een pliksvertrouwen kerel. Als het de wind moet, dan is het er. En bij ons is het die is weers. Doe maar wat gebeuren. Ja, maar kijk, doe eerst over pliksvertrouwen. Dat is ook wel zo. Maar dat is voor mij ook heel logisch. Ik ben zo enthousiast over mijn vak. Ik begon geïnspireerd smurs om 8 uur te schilderen. En volk tot 9:30 soms deur. Hè? Met pauzes natuurlijk. Eten en koffie drinken. Maar ik zeg, Babs, ik zou zo helemaal uitkomen, Henk. Nou, ze vindt dat ik zo graag hier in komen kan moet. Maar er komt niks aan. Als ik thuis ben, 9:30, ik kom nog u. Ik heb een krant lezen en ik kijk wel maar eens het journaal zo. Ja. Mooi is dit. Maar wat ben je dan afvragen? Hoe laat je die concentratie dan vast? Om 10 uur laag? Dat is toch binnen onmenselijk, als ik wel zeg. Nee, dat valt mis. Kijk, er ben ook momenten dat je afstand neemt. Ja, koffie drinken, eten, thee drinken, eten soms. Dus dat ben dan moment dat ik hier nu ben. Maar ik kent heel vol op. Ook die concentratie. Ik was er wel, toen ik net de duister kwam, begon ik smurders om 7 uur aan te schilderen. En soms volk tot 10 uur tel. Ja, ik heb hier nog wel van leren, Klaas. Ja, ik heb hem bij van allemaal leren. Maar hij ook van mij, hoor. Hij heeft net zo'n figuur. Ja, hij ook van mij, ja. En ons bruin Jannes daar. Jannes ook. Ja, maar dat is onvoorstelbaar. Is al die Jens weg. Die wil toch nog even met ons baarden, Erik. En die baarden schilderij in ons proces. Ja. Nou, hem kijken. Van die vlees alles dat wordt. Nou, maar voor de rest... Henk Jelmer altijd dat hij zichzelf kopieert. Ongelooflijk. Die deel en al. Ik heb er al 5 jaar eerder gedaan, kopieer. Nee, dat is een ander oorst. Ik heb de tentoonstelling gehad in 1997 in Amerika. Ik ben 2 schilderijen gestolen. En daar heb ik ook bij kopieerd, omdat ze nooit teruggevonden ben. Aha. Dus ik dacht, ik wil die 2 in mijn eigen collectie weer terug hebben. Onder andere dat bekende bibeltje met op Oude en Nieuwe Testament. Met dat flesje erop van Jezus. Waar wat erin zit en waar dat takje tot ontmoeting komt. Ik dacht, daar moet ik weer in mijn eigen collectie hebben. Maar dit daar natuurlijk een heel andere reden. Ja. Wie gewoon een kiek mee. Maar wat ik ook nog even zag, er zijn 3 appeltjes op een bord. Is dat iets voor de volgende schilderij, Henk? Ik kan met haar gaan. Hoe is het met haar gang? Ik ben met granootappels. Aha. Ja.
En du bist vanmiddag met aan het lopen geweest? Nee, gisteren vooral. In eergister. En vanmorgen nog een tijd. En dan maar eerst drukken. Voordat ik de potfase aanpak. Ja, ik zorg hem nergens. Ik zorg de appeltjes wel, maar het schilderij nooit. Hij staat neer achter iets anders. Oké. Is hem nog even verstopt? Dus nee, dat komt toevallig niet zo goed. Ja. Ik wil even Klaas nog even aan de proef. Want ik ken Klaas al veel langer. Ik ken mijn vooral herinneren aan Klaas, maar het is eigenlijk te mooi eigenlijk om het een beetje terug te horen. Ik vertel volk aan kennissen en ja, mensen, een lang stuk zeg ik. Ja. Ik ken Klaas Helmantel, die ken ik. En die ooit, en we leiden het er nooit over vandaag de dag, die zal ooit gas hebben. En toen is dan zegt, toen de gas kwam, in die tijd van, ik neem geen gas. Ja, dat is zo gewoon. Ik heb de hoofdman van de naam bij mij en van het voederschap. Over welk jaar heeft het, hè? Ongeveer? Jaren 60, we gaan jaren 60? Nee, 70 jaar. Ja. Maar kijk, we zijn in dat super onrendabel gebied. Die moest nog een beetje onroep zaakbeleid betalen, dat wil hij lagen uit. Dus ik zei tegen de burgemeester, ja. Ik zei, ik vind dat vreugde ook, ja, maar jullie willen een mooie plek en zo. En zo begon ze. Ik zei, maar ik zei, we hebben ook geen gas. Oh, nee, zei hij, ja. Ik woon ook in een super onrendabel gebied. Zo uit het daar. Toen op duurde kwam geen diffusie met die twaddenschapen meer. En toen zeiden ze, wie kon er ook gas aanleggen? En dan kreeg ik een brief gas aanleggen. En, nou ja, en toen kreeg ik een brief van, wie moest door. Nou, ik word bedraagd, nee, ik ga meer mooi van 500 groenten betalen. Om aansluiting te krijgen. En bij name de Deense grootes. Ik ging bij die klanten, oorskeerd ben overal zat wie. Die kreeg grootste gas, hun niet betalen. Maar, nou ja, ik moet dat betalen. En het was klein, ik weer een bedrijfsleven op nu, ik kom bij jou verzitten. Nou, toen kwamen ze eraan bij ons in de keuken. En, nou ja, zo zeiden ze tegen mij. Als jij weigert, of als u weigert, die krijgt uw buurman ook geen gas. En uw broer ook niet. Dus, nou, ik zit dan is dat kloor. Ik zit dan licht maar aan, maar die mag gewoon deur. Ik betaal wel. Dus ik heb gewoon betaald in gewoon gas. En nog steeds nooit? Nee, gewoon gas. Is dat principe of is het meer? Ja, principe, wie ben er ook aan gewoon? Wie ben er nou aan gewoon? Wie heeft gewoon brandstofkachels in smeuren, ga ik op Tietse Berroes. En ik heb toch soms aan mijn kloor staan en in mijn kachel aan. En, nou, mijn vrouw te beren kwam dus weer een beetje warm in. Ach ja, en hij wie zonder voet ben. Het is wel een ritueel, hè? Wordt overal gelukkig nog steeds. Ja, mag ik zeggen, met een hang of vrouw erover proberen. Ja, praat maar eerder van beren over. Ja, maar ik ga ook. Zonder smeuren, dan moet ik twee kagels aan. Dan ben ik op Tite Berenhoed. En dan eerst al gouden aan. En loopt de zonder schouder aan. Eerst voor komen kagel aanmaken. En dan keukenkagel aanmaken. Nou, hond werd verrekening gegeven. En dan om die dan moet ik me scheren, ga ik me scheren. En zo nog gouden en strikveur. En dan begon ik kachels te snorren. En een beetje brandstof erop en een beetje hout erop. En dan ben ze lekker warm. En dan merk ik bij ons komen en zeggen, wat is dat hier lekker warm? Want je bent er niet altijd, hoor. Nee. Maar je gang is koud. En douche is ook koud. En slop, alles is ijskoud. Ja. We hebben ook geen verwarming in douche of zo, niks. Blam op de rom? Ja, blam op de rom. Ja. Waar zou je dat nog? Mijn vrouw. Maar nee. Bij die wel, hè? Ja. Hij is frust. Ach ja, Thomas. Ja, wie prakken ze aan de net zozeer maar over. Het heeft wel een keer zo. Maar ik kom toch bij een hoop op mensen met gas aan sloten. En als wie weer toeskomen, dan ben ik van mij warm. Maar ik is zonig op gas te ogen, hè? En die brandstofkachel is een betere warmte als centraal verwarming, vind ik. Het is zo'n beetje over, hè? Als ik de rol een beetje geluid maak, dat de cv-installatie zelf moet straks op elektriciteit. Ja. Nou, wie ben dan in de met? Maar ik heb ook gigantisch veel olie voor, hoor, hè? Kuppen. Ja, bulten. en ik ken koren vol, heb ik old, voor, hoor. Die naam, die ken je wel, hè? Nou, ja, die naam, ja, daar ben ook mensen, maar... Ach, ze draait, ik vind een schoonmachtige thuis aan zo'n schuit. Maar ja, ze komt dinsdag weer bij mij en dan willen ze er weer over proberen. Wie ben er 4 jaar over een proor? Je was ook school, hè? Ja, heel veel. Maar ze begon half verkeerd. Ze begon, ik heb tegen die directie gezegd van die naam bij mij geweest. Ik heb zo'n keuken vol met dat volk. En dan zeg ik,
Als ik bij de dokter kom en ik heb die rug, die kijkt dan uit naar mijn neus. Hij gaat naar mijn veldentouw. Doe ik de. Maar de dansenaar, daar heb ik ook 10 uur zeg, hier moet mijn fundering begonnen. En toen ben ze nou begonnen. Sinds 5 jaar. En ze, hé, daar zit een scheur in. En nou begon ze, nee, fundering eronder, hoogverschillig. Nee, achtergevel, daar zit ook een, kijk, wel een haan insteken. Mijn deur zit met 2 ribjes vast. En ergens weer, potverdikke, hier is wat aan de hand. Maar het duurt zo lang. Maar die is niet bij ons komen. Die ben wel goud. Daar zeg ik niks van. En die worden opgeleid om met mensen op te gaan. Dan zal dit niet goud. En mijn kameraden, personeel van Ten Berge, die gaat ook. Die hebben opleiding. Die moeten ze ook graf betalen om met mensen op te gaan. Ik zeg rustig tegen boer. Ik zeg, wie ben in Loberg al opgeveurd? Daar ben je al opgeveurd. Ik zeg, nou begonnen ze met die wagen kilo's, moeten ze nog opvouwen. Hou je mens nou gewoon, man. Hé, en zo gaat het met de naam. Het is niet te filmen. En dat de overheid van Nederland dit touw laat. Dat begreep ik nooit. En ze stonden nou en ze kikken nou. En ben allemaal van die mensen. Ja, die gigantisch voor geld verdienen. Dat de zogenaamd verstand van naam. Maar ze hebben nooit. En ze gewoon mijn deur met de boeren. Ah, sommigen hebben er wel verstand van. Sommigen hebben er wel verstand van. Maar ja, kijk, als ik 10 verhalen hoor, dan is voor al die onderzoeken die ze bij jou doen, hebben ze het allemaal al restaureren. Ja. Zoveel geld het daar kost. Ik heb wel zo'n stobel onderzoek gedaan. Voor een motor ook? Ja, wel mee. Ja, dit is. Ja, dit is niet te veel. Het is ongelooflijk. Ik heb kroon bij mijn hart die 30 meter in de grond gewoon. Ja, die worden ze de grond onderzoeken. Ja. Of door trillings hier, of door wat beweging hier zit. Ja. Zullen we wat muzikale trillings zo? Ja, maar ik bloem me er niet zoveel bij op. Ik ga gauw met die mensen aan. Hmm. Maar ja. Ik sta net wel een beetje vuur, zou dat ook goed komen klaar, hoor. Nou, dat mag, maar ik ga er gauw mee aan. Eerlijk woord, ik vond me wel een vervelende man op duur. Echt hoor? Ja, maar ik zie, dat is niet zo. Staat niet voor bekend. Nee, hè? Nee, dat leuk ik wel. Klaas, ik kom nog even met die, hè. Want doe best ook gewoon, ja, ik zeg maar even... onverblauw. We gaan gewoon onverdachtelijk scheuvel lopen geweest, hè? Ik ben een redelijke scheuvel lopen. Nou ja, redelijk. Redelijk. Wat is redelijk? Nou, ik kon hard aan scheuvelen, maar ik was net niet bij de beste. Maar ik kon hard gaan scheuvelen. Dat kan ik eerlijk zeggen. Ik reed op landelijk niveau, bij aanrijders. En, ik had wel talent. Mijn training was niet te goud, want die moet niet vergeten, ik was een halve dag aan het werk. En dan was ik een wedstrijd in Amsterdam. En dan was ik halve dag in Roesterpolder aan het werk. Ik moest naar een kappeling in trekken worden met mijn collega. En dan moest ik soms om 9 uur in Amsterdam weer om diabetes begonnen. 100 rond wedstrijd, verhaalrijders. Ja, zo werd even van Bertram toch wel steeds toch gewoon. Ja. Nice. Ja, het is zo, ik heb wel wat prijzen gewonnen, maar ja, ik was geen winnaar hoor. Maar ik kon goud scheuvelen. En met plezier, hè? En met plezier. En ik ben ook wel eens in Amsterdam. Ben ik geen grote wedstrijd weer met alle toppers wander. En Koe Hieling, die was er ook. Een van die kernbloedleden, jongens. En nou is dat weer een zuin die van hem leert. En toen zei Theo, kom, Timmy, heb je wat te zoeken, zei je? Voor de start. De Theo, kom. Ja, zei Theo, kom. Die kom je wel. Die hebben me al eens voorgezien. Ik zei, als ik hier niet ben, kunnen zij niet winnen. Hij zei, die gaan zo even. Ja. En toen werd ik tweede. En toen kwam ik bij mij. Je bent een goede schaatsenrijder, zei je. Ja, maar dat wist ik wel. Ja, ik kan mijn dag misschien heen, maar ik kan alle dag zien van het werk weer. We ben met 4 man in Fiat 850. Was hier naar voren te stellen. Ja. Even groter dan 400. Naar Amsterdam reden. Ook al topsport. Eten op boord. En opa zat bij ons, ook bij ons. Was Jan Oedam. Dat was opa. Zei die ding aan. Die was er ook bij. En deze zijn niet midden. En die drukken moorsplaten. En we mis 4 maanden door naar Amsterdam toe. Door een wedstrijd. Die moest nog gaan. Wat een voorbereiding. Yeah. Beetje rekken en strekken en zo. Een beetje hardlopen. En nu begon we te rijden. En ja, op die open jaar weet ik maar. Maar het is prima gewoon. Maar ik heb in Noorwegen gezeten. In Zweden gezeten. In Finland gezeten. Dit is jouw steden toch. Ja. Yeah. Hij ging hartstikke goud. En ik heb je lang verteld. Toen ging ze er wel echt vuur. Ik ging er ontzettend weer. Ja. Old Dambreed, ben je ook bij geweest? Ja, Old Dambreed ben ik ook bij geweest. Ik heb er ook een keer mee mocht. Toen ben ik van 10 gevrouwen.
toen met mijn vrouw, die kreeg een potje. En dat wist ik wel. Wist u dat? Maar ja, toch maar. Men is fanatiek. Ik was nog jong. Voor mijn 28 jaar of zo. En Matthijs is me. Het was een beetje deuvel, maar het was nog vorstig. Ik heb wel liefst heren. Zei ze, smurts. Ik kwam al in kloon mogen, hè, want ik moest op tijd in Tordam ben door, in Scheemdaar. Ja, dat is kool, hè. Ze heeft mijn kool gehad. Zei ze, ze was ook makkelijk, nou ja. Ze zei tegen mij, denk dan dat ze komt, want du bist gewoon iedere keer voor bij de eerste ben. Dus ze viel me ook al, dus ik dacht, nou, ik moet hem maken. En ik had de zin aan, dus ik dacht, autokloor enzovoort. Maar ik vertrouwde het niet. Dus ik ga naar Jannes toe. Mijn broer, die woont op Vegerij, die had gewoon een telefoon. Ik zei, nou, was toen met een beetje in de grote noos. Ik ga in schuilen, maar als er wat is, dan moet ik me dodelijk bellen. Ik zat toen in die restaurant of zo, vlak bij de Ries. En Jan-Roelof Kreuthoff was en al die jongen. En Anjo Hofman. Gouden aan, schuivels aan, masseren, gladde pakken aan. Wie stond midden aan de roties, telefoon. Ja. Klaus heen te mij. Klaus, ja, man, toen direct terug kwam zijn vrouw me bevallen. Ik zei, nou, ik zei, dat zou wel wat ben je misvallen. ik zei tegen die schutter, ik zit schuiten, die wil daar voortkomen. Maar die andere scheuvel op, hey, hier ben ik erop. Van hier op, is toe gek. Dus ze hebben mij van hier afgehaald, scheuvel onderweg, ik ben er hoes gewoon. En nu waar Loder is, mijn dochter geboren. Ja, ja. En het is een halve week geworden. maar ik heb me er wel mee verschoond. Ja. Mijn pa was net gaan komen, maar die was ook gehoord. Dat ik er al nooit laten had. Ja. Leek ook achter, nooit nergens op meer. Ja. Min is jong. En dan doen we dat. Ja. En wel mooi verrollen. Het is goud overlopen. Ja. En ik heb een paar mooie dochters gekregen. En ze kon gauw met de rok schuiven. In een zuin. Dus... Ja. Mette die zei, ja, het is niet eens, hij is voort. Ja. En Jannes, nou, Mette zit in Jannes, ik vertrouw het niet. Nee. Nou, die moet direct toeskomen, dus telefoon, ik was er nooit voor. Nee. Ja. Maar ik zei, schijt, ik ben er zo weer, maar geen hij doet. Hoe oud is die pastor nou, hè? Nou, hij staat er vanaf 75 nu. Aha. In het hele complex vanaf... In 1934 was alles klaar en toen ben ik ook met ons de tentoonstelling zoeken in museum. Aha. Wie komt nou de eerst door de keuken? Allemaal spogen van kinder. Met een kleinkinder neem ik aan. Ja, zoveel ben ik. Ja, jullie jongens. Ik denk op die kop, want het is nooit al. Als er koffie komen, als het meer weer is, kunnen mensen binnen zitten. En als het weer mooi is, is het boek. De koffie of thee te drinken. Huh? En de eerste schilderij, die hangt hier ook al. Dat is het schilderijtje, moet je het over hebben. Ja. Kijk, het is dicht bij kerst, maar hier zit de kerstboodschap in. Post tegelijk. Oude Testament, Nieuw Testament, een halve bijmekaar. Jezus neemt zichzelf het levende. En dat wordt ook zijn naam wordt vergroot door dit bolvormig flesje. En hij is de bron van het leven. En dat takje wordt dus ook met jong groen. En dat is kerst. Ja. Maar dat is dus een kopie, maar de origineel is niet meer opdoken of wat dan ook? Nee, nee. Ze hebben echt weer bezig om te achterhalen in Holland, Michigan was dat. Met advertenties en kranten en zo. Het zit dan in zijn kelder, denk ik, gewoon. Ja. Stiekem te kijken, stouwen ze voor. Nou, het kameroot van ons zegt, Henk, moest erop rekenen, als die man tot geloof kwam, dan kreeg hij hem terug. Ja, maar zoiets is dan nog even schielen. Nog nooit. Nee. Ik hoop het. Ja. Ja. Nou, weer nog een stapje, trapje. Ja, hier een schilderij van dan komen we in een hele grote ruimte. Hou het is ruimte, hè? Nou, wie noemt dit de grote zool van de Weem? De grote zool van de tentoonstellingsroute. Twee grote bakken erin, een grote tovel. Ja. Mooi, hè? Ja. Een boom in. Ja. Kijk, wie hem het zo eenvoudig mogelijk inricht, zodat de wijk zo groot mogelijk tot zijn recht kan. En wij hier zijn, dat is een overzicht van mijn bezigheden. Nou, vanaf 1974 ongeveer tot nu. Binnenkort is alles leeg, want het gaat nog drie tentoonstellingen toe. In volgende week wordt de eerste transport opgehaald met wijken.
Moet Taiwan tellen. In Taiwan, want dat is een hele grote tentoonstelling, hè? Ja, dat is een hele grote, ja. 60, 70 schilderijen doen erin. En dat is ook nog zomaar een museum? Nou, dat is wat niet wijs om. Ik stond paf toen ik dat zag. Het is een museum van 3 jaar oud. Er komen 1,5 miljoen mensen per jaar. En nou ja, een fantastische tentoonstelling is het ook. Veel wisseltentoonstelling. En 60 wagen van Henk Helmans in Taiwan. Ja. En ga je er ook nog heen? Ja, we gaan er met 7 man heen. Aha. 3 echtpoorden. Mijn vrouw, Babs en ik. Vriend. Ze kent bij Hooghoud Engels. Ook voor het vertolen in een man van de stichting. Wie ben een stichting geworden. Stichting Museum Helmans. En die gaat dus ook met. En dan ben je vandaag om 9 in de Hof Witteroes. Ja. Ja, opening met Mok natuurlijk. Jubel Buiten met de inrichting. Maar is af en toe contact over en weer, hoor. Met huur. Maar met elk museum daar nou een tentoonstelling van mij hoort. Ja. Overal ter wereld wordt toen erkend, soms, om zomaar even te zeggen. Er was een tijd in Grun dat het nooit zo geweldig ging. Hè? Tenminste, het gewone volk, die wel te vinden, was niet te waarderen. Maar op, mag ik het zeggen, op het wat hogere niveau, zeg maar. De kunst met een grote K. Zomaar even te zeggen, ja, dat is stroef, hè? Je hebt allerlei circuits, hè? Ook in de kunstwereld. Je hebt het grote publiek. Daar kijkt eens met andere ogen als de zogenoemde kenners. En onder de zogenoemde kenners zitten ook echte kenners. Uh-huh. Maar er zitten ook mensen bij die kijken naar de ontwikkeling van de kunst. Nou, en ik val niet onder de groep die zegt voor een nieuwe insteek in de kunst. Ik ben klassiek bezig, toch wel eigen tijds. Ja. Maar ik dacht op mijn manier. En het blijkt dat er al meer mensen toch wel zo inderdaad hier wat gebeurt. Het Gallige Museum werd waak van die aankocht, inmiddels. Ja. Ja. Maar ik ben maar met die grote overzichten. Ja, daar ga ik mee over. Nee, dat snap ik, maar... Kijk, en ik heb gewoon tijd, langzaam maar af. Ja, kijk. Hoe hang je in Taiwan? Ik bedoel, in Amsterdam, je hangt overal, maar... Dat man zijn wil. En kijk, en ik heb natuurlijk altijd de gelegenheid om hier mijn werk te tuin, dicht bij de stad. Nou, dan komen er weer verschillende tentoonstellingen. Ze zeggen van, ja, als we hier ook nog met een tentoonstelling komen, ja, overlap, dat misschien ook allemaal. Ah, ik denk dat het vast nog wel kans. Ja, kijk, ik zit er ook niet meer op te wachten. Nee. Als het wil, dan ben ik bereid. En als ze mij wil, nou. Ook goud. Ja. 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 Maar dat ik niet over. We hebben bijvoorbeeld Still Names. Ook voor de kerkgebouw en nou ja. De prachtige lichtval ook. Maar heb je dan ook nog eens heel wat anders gemaakt? Dat je denkt, want dit is totaal nooit eigenlijk Helmans. Maar dan denk ik, oh, dat vind ik wel verschuurd. Ga gewoon neem de hand. Nou, ik heb ook wel impressionistische werken gemaakt. En die ben alle, ja, meer toch wel anders van karakter. Maar ja, dit is wel de draai die ik hiervan heb in dit soort werk. En daar ken ik mijn leven met verroet. Het is een gestage ontwikkeling, heeft zich te vuur door. En kijk, als hij, ik ben nog 72, ja, als hij 50 bent, dan wou je wel ongeveer, nou ken ik waar ik nou gestoord ben. Nou, en als er nooit nog mooie dingen ontstaan, nou, die mij nog niet meer weten, dat is geloof ik ook gebeurd en dat gebeurt nog steeds. Maar het is niet zo dat ik meer aan deur ontwikkel tot een hoger niveau. Dat heeft genoeg, hoor. Nou hebben we het net even over de kerstgedachte, hè? Ja. Je gaat langzaam door de kerst. Touw, dit is de laatste uitzending voor de kerst, ja. Van de Noordman. Want aan de weken dan, is er een programma dat een poort ook deurloopt. Kerst der klassiekers. We moeten het toch even over de kerst hebben. Hoe vieren jullie kerst, Klaas? Hoe vieren jullie zo'n met Mata de kerst? Nou, al eenvoudig. Met kaal aan, denk ik. Kaal aan. Maar je gaat ook kerk, Touw. Nou, er werd familiebezuig. Maar ook die kerkdonissen en zo. En we lezen een stuk in de Bijbel over dat Christus geboren. Dat vind ik al bijzonder. Dat 2017 jaar geleden dat gebeurd is. En dat er dan nog over proord wordt. Onzin is mooi zich goud ter wereld door. Maar dat is geen onzin geweest. Nee. En het is dus ook al eeuwen voor die tijd al verkondigd en door die profeten. Dat gebeurde zo. En toen ineens werd Christus geboren. Uit een maag Maria. En daar is een leutje poetje. Het is onvoorstelbaar. Kijk, en daar staat een zin in de Bijbel, waar ik al bijzonder vind.
Het is, hij is tot als een teken dat weersproken zal worden. En door hebben alle doek nog meer te mogen. Het is allemaal van zo spreken dat dat gebeurd is. En er zijn allerlei mensen die zeggen, ja, leuk, leuk. Maar ja, maar dat het nog veel betekenis. Die Christus die het zoveel betekenis kreeg in de wereld. En toch ook zoveel tegenstand. Of tegenstand, ja, ach. Wat is het nou voor echte betekenis? Wie gewoon een gezellig kerstfeest vieren, maar wat erop aankomt, dat ben een heleboel mensen vergeten, helaas. En ik vind dat niet door van hem, man. De eigenlijke betekenis van kerst, op weg naar Pasen, Pinksteren enzovoort.